De tweede O in de afkorting ODOL staat voor... Anouk. Dat moet je mij niet vragen. Ochtend. Mag ik het zeggen? Nee. Nee, je weet het niet, Anouk? Nee. Voor ochtend. De bijnaam... Wat is de rest dan? De rest, bijna, geen idee. Weet je, de bijnaam... Weet je wat dat is? Wat? Een ODOK. Nee? Die heb ik zaterdag. Dat is een ontzettend dikke ochtendkrant. Maar goed, we gaan verder. Wat is de volgende? Ik denk dat de mensen thuis nu weten wat die L voor staat, waarschijnlijk. Die bak weegt, die weegt best veel, die bak. Oké. Ja? Even serieus. Ja,